Oké. Dit is, zijn mijn eerste rijtjes ooit in de moestuin. Dit is prei en ik heb er andijvie en groenlof. Die zijn vrij hard voor de kou, zeg maar. Dus die kunnen wel wat hebben. Die heb ik erin gezet en die doen het goed. Geen last van slakken. Ik zie daar nog een bloemkool. Die heeft het ook overleefd. Pakzooi komt er nog aan. Dit is een vaste plant. Die is echt heel fijn voor de bijen. Maar ja, die wordt zo groot dat er geen andere dingen meer passen. Dus die ga ik uitgraven en ergens anders zetten. Nou, dit ook. Dit wordt rucula. Het is persiebonen geweldig gedaan. Ik heb nu echt een leuke oogst. En het is nu ook een beetje tijd voor zaden winnen. Dus ik heb hier de sla uit laten schieten. En dan ga ik de zaden van oogsten. De bloemetjes staan er al. Dus de pluisjes komen binnenkort. Dat is ook wel leuk. Want ik heb hier... dit is mijn oogst trouwens voor vandaag. Eén courgette nog. Komkommers. Nou, een zak met boontjes. Een pak zooi. En een bak met tomaten. En dit is een bakje eigenlijk van de tomaten die niet meer zo echt, die waren uitgespat en ontploft. Maar die komen gewoon uit. Hoe leuk is dat? Dus ik ga denk ik ook zaadjes winnen van de tomaten. Dat ik volgend jaar ga ik mijn best doen om geen zaden te kopen, maar gewoon kijken wat ik kan winnen aan zaden. Dus dit, ik denk niet dat die het nog gaan overleven. Ik denk dat ik ze uiteindelijk mee naar huis moet nemen. Dat ik ze binnen moet kijken hoe ze gaan doen. Nou ja, de komkommer in de tomatenbak, ik denk dat ze het gewoon te veel drinken. Dus die hebben het eigenlijk niet gedaan hier. Maar de tomaten en de Afrikaantjes daarentegen wel. Dan is de boomspinazie. Die heeft het ook geweldig gedaan. Krijgt ook allemaal bloemetjes, dus die ga ik ook de zaadjes van winnen. Courgettes en dingen in een zak. Niet echt geweldig gedaan. Het idee was leuk. Maar ik heb er één courgette geloof ik uit deze gehaald. En een komkommertje. Maar goed, ze hebben toch wel ruimte nodig. Ze willen toch wel graag in de grond staan. Hier, deze is vanzelf. Dit is toch wel een van de leukste bloemetjes die ik heel graag weer terugzie. Kaasjeskruid. Dus daar ga ik de zaadjes van winnen en ik hoop dat hij het zelf ook uitzaait. Dan loop ik een beetje chaotisch door de tuin. Hè? Nou ja, dit is echt een afvalstukje. Dit vak ga ik ook helemaal leegmaken. Maar nu nog niet. Het is nu ook nog fijn voor de bijen die er nog zijn. En de vogeltjes en de zaden. Dus even kijken welk moment ik het leeg haal. Nou, zonnebloemen zijn altijd echt leuk. Daar hebben echt veel mensen aan gezeten. En we zijn al leeg geplukt. De zaadjes. Nou, op het pad een komkommer plaatsen. Die heeft het echt het hele mooiste gedaan. Die is, daar heb ik heel veel komkommers vanaf. Nou, de vakken van deze die blijven van de aardbeien. Dit is de courgette plant. Een pompoen, ja, die heeft er gewoon maar één klein pompoentje. Dat is echt alles geweest. Die wil ik volgend jaar meer. Maar goed, die hebben misschien ook een beetje te weinig ruimte gehad. Ik ook gewoon een vak voor maken. Nou, dit is de Mierikswortel. Dat is echt gewoon, 1,5 meter bij 1,5 of zo. Dus die gaat eruit. Maar die kan ik pas eruit halen als de bladeren afgestorven zijn. Dan gaat alle voeding naar de wortels. En dan kan ik de wortels oogsten. En die kan ik dan door het eten doen. Dit is een vast plekje. En dit wordt ook een vaste plantenstuk. Wordt ook een bessen. Maar ja, kijk, die vind ik zo leuk. Dus die wil ik eigenlijk... Die staan volgens mij bij de buren, maar die nemen ook wel veel licht in. En ja, deze moet eigenlijk, vindt hij leuk, maar boerenwormkruid. Maar ja, die staat ook niet heel handig. Nou, daar staat courgette.
Die is ook zo leuk voor benen. Echt een bijenplant. Die komt altijd vanzelf overal op. Tja. Dit is mijn salie. Die heeft het echt heel mooi gedaan. Hij was groot. Hij stond in bloei. En in één keer was het gewoon voorbij. Ik snap er helemaal niks van. Want meestal het is het gewoon een meerderjarige plant. Maar op een of andere manier heeft hij een tak, zeg maar, in de grond geworteld. En is die gewoon opnieuw uitgeschoten. Dus vanuit een nieuw wortelstelsel is die het nu toch weer aan het doen. Dus ik hoop dat die blijft. Want die vind ik toch wel heel fijn om in de tuin te hebben. Nou, de rucola. Sommige planten ga ik ook echt niet meer zaaien. Rucola, dat komt gewoon vanzelf. Oost-Indische kers komt gewoon vanzelf. De komkommerkruid. De herborage, die komt ook altijd vanzelf. Nou, dit wordt ook een heel vaste. Die Oost-Indische kers moet ik eruit halen eigenlijk. Maar die doet het zo goed. Dus dat vind ik dan weer zonde. Maar dit wordt ook een heel... Dit wordt gewoon een vaste plantenstuk. Dat ik hier volgend jaar weinig tijd aan hoef te besteden. En de appelbomen staan er ook in. En er staat laurier. Een magieplant. En hier staat ook die merikswortel. Die heb ik er niet. Dat weet ik niet meer. Misschien heb ik die er wel neergezet. Nou goed. Hey, het gaat een beetje regenen. Mijn composthoop. Nou, die werkt nog steeds... te gek, die bladeren moeten eigenlijk even weg. Die slinkt en daar gebeurt een hoop mee. Aan de andere kant komkommer, die doet het ook helemaal geweldig op de composthoop. Al vind ik het toch een beetje onhandig. Want hij is echt gewoon, nou, er zit niet veel meer. Volgens mij is het allemaal compost en er groeit nu een plant op en ik kan niet bij de compost. Dus dat doe ik denk ik ook niet meer. Maar ja, misschien wel. Ik vind het wel leuk. Hij doet het goed. Ik hoop nog op wat herfstframbozen. Die waren laat, maar die horen ook laat te zijn. Dit is de zomerframbozen, hebben het niet gedaan. En ik wil die eigenlijk gaan doortrekken. Ook een soort wat hagen te maken van frambozen en bramen. Dan heb je een beetje windbeschutte stukjes. En dan kan ik misschien ook daar iets met tomaten mee doen. Dat die een beetje beschut staan en toch een dakje krijgen, een vast dakje. Dus ik ga hier iets doortrekken. Nou, deze, die geluksklaver. Nou, een hele hoop geluk in de tuin, want die doet het echt goed. Ik heb deze even verplaatst. Het zijn bolletjes. Maar goed, die waren zo aan het overwoekeren ook, dat ik ze even soort gehalveerd heb op andere plekken. En tijdelijk even hier hebben gestaan. Het zijn vaste planten. Dus misschien laat ik ze wel hier of laat ik ze aan de andere kant. Of nou ja, dat weet ik ook nog niet. Hoop te doen. Ja, dit is... even kijken. Ja, dit is allemaal een beetje dood materiaal. Maar ik ga de zaden nog wel winnen van de reukert. Of de, hoe heet dat ook weer? Sierert. Laterus. Daar had ik gewoon wat meer van moeten plukken. Dan stond hij nu nog in bloei. Maar ja, door de vakantie en zo. Maar goed, ik ga de zaden winnen. En ik denk dat ik dit even laat staan. Ook gewoon voor de dieren. Voor de planten. En dat haal ik dan in de winter weg. Ik ga niet alles weghalen. Ja, en dit is natuurlijk gewoon een ondoorzichtig stuk. Terwijl het een heel leuk stuk is. Er zitten cola planten achter, pepermunt. Maar ik ga de tafel, ga ik denk ik, aan de andere kant zetten. Dan gaat dit weg. Ik ben hier toch niet zo tevreden over. Over de tomaten in de bak. En deze is er vanzelf gegroeid. Die vind ik zo leuk. Gewoon door de stenen heen. Afrikaantje. Nou ja, kortom. Hoop te doen. En ik ga gewoon verder. Alle moed bij elkaar verzamelen om... in de tuin te gaan werken. Ik ga een stukje doen en dan ga ik daarna naar huis toe. Oké. Doei.